Hoezo? Pak op. En je hebt allerlei gladde zaakjes. Gewoon jaloers op mijn mooie haar. Sjakenpot, volgens mij hoor ik wolven. Ja, dat zou best kunnen. Ja, maar hier, ja. Zo kun je ook trekken. Gaat ie? Ja, er staat wel water. Matrozen Scherpenzeil, voorwaarts. Kleren.
Ja, ja. Gaan we vandaag slapen, Miel? He? Ja, lekker hoor. Er zijn morgen 2 gerookte palingen. Doe je, leg je slaapzak vast meneer. Ja. Ik voel het wel even zeggen waar jij gaat, niet zomaar kwaad weglopen, hè? Wat nou? Aanmaak hout? Ja, er ligt gewoon hout langs de weg. Klaar voor dit. Vale dief. Hè? Zeker weer voor een boerderij. Nee, ligt gewoon langs de weg. Hebben ze gewoon hout niet gelegd. Ja. We zijn er weer Vader dat het een aan zit, hè? Nog kort boven de waterlijn halen. Dat is het. Zo hap, toen wordt mijn camera zo weer gehapt, weet je. Wat gaan we eten vanavond? Gebakken aardappeltjes, uitjes en paprika, vers geplukte wortelen, mijn haar overigens goed, en love beef, whatever that is. Hey, love beef. Eng. En mayonaise. Toetje. Aardbeienyoghurt. Frukt yoghurt. Frukt yoghurt. Ja, trekken.
frituur. Fuck. Dat lukt niet, want die punt moet omhoog. Zo. Daar in de verte moeten we naartoe. Ja, waarom stop je eigenlijk? Want dat is me niet helemaal duidelijk. Hij zit maar over zijn leeftijd. Iedere keer is dat maar het excuus dat er gestopt wordt. Nou, jij steekt over je gehaaltje. Over je kevelsteking. Maar weet je zeker dat we niet hierin moeten? Hier komen we dus vandaan. Kano Jungle Tocht 2008. Nou, zeg eens wat. Nou, hoe blij je bent. Oh, ik ben heel blij. Ongelooflijk. Hoor, de beelden spreken voor zich, hè. Daar komen we vandaan. Hey, doe je petjes af. Nee, hoezo? Dit bellen we gelopen. Uh-oh. Zo, boom. Nou, die boom voor ons gaan we niet fixen hoor. Ja, ik film hem nog even. Dat is de... En nu? De klem leggen. We zitten dus vast. Oh, we komen straks op een grotere viertje uit. Ik sta hier hoor, je hoeft niet zo te schreeuwen. Sorry hoor. Kijk eens wie daar zit. Jaapie GPS. Een mooi huisje heb je gevonden, Jaap. Tussen mijn vriendjes. De koetjes. Emiel. Ja. Ik heb net de voeten. Kut voor je. Jammer dat ik het niet op de film had staan. Wacht, zelfs hout voor ons. Een nagelnieuw hutje. En het is geïnvesteerd door de Europese Unie. Dank u wel.
straks ook wel lekker wat veel als in de Vlaamse plicht of zo. Ja, vertel nog eens over je zwempartij van vandaag. Nee, is pijnlijk. Het is heel erg pijnlijk. Maar ik heb niet gezwommen, al heel vies. Maar je ziet het oude om je had nog heel snel kan zijn. Had je toch weer lol, hè? Ja. Die schot loopt boven, hè? Ja. Fijn in de buik nog wat. Schot wel met die rivier bedoel ik, hè? Mm-hmm. Ja, zeker niet. Ja. Ging je mijn beentjes ook zo snel? Snel door, ja. Ja, dat ging nu toch ook? Ja, nu ook, ja. Meneer Hooiboer. Goedemorgen. Ja, heeft u lekker geslapen? Heerlijk. Prima hoor. Ik heb mijzelf ook gefilmd. Echt waar. Goed zo. Daar lag de oude, daar ligt de jeugd. Dat zijn onze buren. Zullen we stil zijn, kunnen we nu het zeldzame zilverige bonobo aan. Op dag ben ik aan het karoën met Emiel. Maar s'morgens, die Sjaak in plaats van ik. Sjaak laat ik zo zien. Nou. Dit is dan Sjaak. Sjaak, stel je eigen voor. Dit is Sjaakie van de Hoek. Hij komt uit Mokum. Hij heeft een winkel in de PC Hoofdstraat. En hij heeft allerlei gladde zaakjes. Gewoon jaloers op mijn mooie haar. Dat is dat wel natuurlijk, maar oké. Okay. Ik vind er niks mis mee. Ik heb twee verschillende jongens op en mee met kano.
Daar komen we vandaan. Emiel, laat je handjes eens zien. Wel best wij toch? Oké. Nee, een echte kok ziet er gewoon goed uit. Ik zorg daar gewoon voor. Ja. Vriendje. Hey ouwe, heb je mijn plekje ook gecheckt? Ja. Hoe? Nou, oh. Komt er toch vandaan? Hey, en hoeveel moeten we nog tot het kano-bedrijf? Ongeveer 23 kilometer, hemelsbreed. Hemelsbreed? Jeetje, weet je dat zo goed weet? Een beetje doorpeddeld, want die kwartslagjes die jij maakt, ja. Die kwartslagjes die ik maak. Ik wil jou ook niet meer zien.
Nou, ik hoop niet dat hij vandaag langs komt trouwens. Nee, ik ook niet. Wil je hem besweren, die slang? Heb je de slangen besweren? Jaap heeft dus net speciaal hout geplukt, dus dat is gewoon wat geïmpregneerd. En dan vlamt het sneller. Hij was net onwijs zitten hakken. Kijk, het gaat goed. Wel vreemd dat alleen de bovenkant brandt. Nee hoor, het zakt naar beneden. Oh, dit is andersom vuur. Het is zwaar en het zakt naar beneden. Wacht, ik ga even naar achteren, dat past niet op de lens. Mozes he, sprak dat die bron op de struik. Is hoger dan jou, die vlam. Het gaat nergens over. Wel goed hout he, hier in die, in die Zweedse bossen. Droog. Droog, jongen. Jezus. Omdat het hier ook niet regent? Nee. Ja, dat geloof ik graag. Vandaag hebben we wel een beetje een hutje voor dwergen gekregen. We kunnen er net al met z'n tweeën in. Ik denk dat de tent nog ruimer is. Ga eens liggen. Nou, dat lukt niet. Moet over het was. Moet zo. Doe eens. Nou, dat houdt ook niet over hoor. Gaat net. Ja, het gaat. Moet er iets schuin liggen. Rot op. Waarom zo... Is het de eerste keer in je leven dat je vers eten bereidt? Iets wat je niet met water aan moet maken? Nee, nee. Ik heb het vaker gedaan. Wat gaat het worden? Bakken aardappeltjes open. Hopen gebakken aardappels. Onze Jaap aan het koken.
Maar waarom zijn alle koks homofielen dan? Dat zei je net namelijk. Het homo gedoe. Kijk maar naar de televisie. Het zijn allemaal flikkers. Allemaal. En ik sta het hier nu onder dwang te doen, dus ik ben geen flikker. Je lijkt er wel op een. Jij hebt gezegd, als jij niet kookt vanavond, pak ik je vanavond bij je ster. Dus ik ga het nu. Dus onder dwang doen. Ja, ik heb hem mooi wel, hè. Die maan gaat omhoog. Ja, maar gaat achter de wolken aan. Vier, hè? Ja. Dat had je net al gedaan natuurlijk. Ja. Gaat die naaien, Sjoerd? Ja. Lekker hè, die hondenworst. Daar gaan we naartoe. Onze laatste nacht. Laat je Jaap één keer sturen, klaar. Nou, afgelopen is. In een rietkraag, fijn hoor. Jongen, jongen, jongen. Daar moeten we heen. Het scheelt nogal een stukje. Ja. Hier. Hier ben ik de stuurman. Ik ga nu wat hout ophalen. Voorbij de shelter.
krijgt dan weer de naam hier. Eens een Amsterdammer, altijd een Amsterdammer. Eens een hypocriete boer, altijd een hypocriete boer. Snap je me uit van zeker? Nee. Wel meedoen en mij op altijd dingen roven. Altijd mij op laten knappen. Huppatee. Hij heeft nog net zijn boevenpak niet aan. Kijk, die kar daar. Die moet naar onze shelter. Dus start. Zo. Dat is een onderkomertje voor vannacht. Toiletje. Ik zit op een eilandje, dus dat is wel geinig. Kano.
uitknippen. Ja, dat is goed. Kijk, die kar daar, die moet naar onze shelter. Dus start. Oeh, kijk voor je camera. Kijk voor je camera. Nou, op de. Ja, dat vind je wel lekker hè, tussen je benen. Ja, kom op.